Maar net zoals een andere gelovige heb ik al een hoop en een verwachting. Ik heb Jean-Paul van Bendegem ontmoet. Hij is wiskundige en filosoof. Hij is professor aan de VUB en hij is ook vaak op televisie te zien. Ik heb hem heel wat vragen kunnen stellen. Ook vragen over geloof, leven en dood. Het werd een heel open en hartelijk gesprek. Omdat het gesprek toch even geduurd heeft, heb ik het opgeknipt in kleine afleveringen. Dus geen kwestie van te zeggen, ik heb het juiste verhaal, jij zei fout? Ik heb Jean-Paul van Bendegem eigenlijk ontmoet na een lezing. Die had als titel Een zonnebloem, God en ik. Die werd georganiseerd door een vroegere studiegenoot van mij, Koert van Espen. Die is behalve ingenieur, muzikant en ondernemer ook opiniemaker. Als voorzitter van PKI, een denktank van Open VLD. Jean-Paul van Bendegem legt uit waarover de lezing gaat en waarom hij ze graag wil brengen. Wel, inhoudelijk was het duidelijk een lezing over wiskunde, maar de bedoeling van de lezing was eigenlijk een andere. In eerste instantie proberen mensen niet per se warm te maken voor wiskunde, maar hun laten inzien waarom iemand zo enthousiast kan zijn over wiskunde. Want ik vind dat altijd jammer voor mezelf. Ik hou van die wiskunde, ik vind dat ontzettend mooi en fascinerend. En heel vaak krijg ik een brute afwijzing van, oké, jij vindt dat plezant. En dat wil ik graag eens proberen uitleggen, daarom vind ik dat plezant. Dus als er iets van dat enthousiasme overkomt, is dat voor mij geslaagd. Ik heb ook wel graag wat men zou omschrijven als een catchy, om die gruwelijke term te gebruiken. Van de titel waarbij mensen zeggen, waarover gaat dat gaan? Ja. De titel die ik heb voorgesteld was Zonnebloemen, God en ik. Ik om te zeggen, het is mijn verhaal dat ik breng. Dat is vrij eenvoudig in die zin. Dat als hier iemand anders zou staan, en ik ken er genoeg, die even enthousiast over wiskunde zouden kunnen spreken. Ik denk aan Rick Verhulst bijvoorbeeld. Die gaat dat even enthousiast doen, maar het zal anders zijn. En dat is goed, dat die verschillende manieren zijn. God, omdat in mijn leven God een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik ben protestants opgevoed geweest. Ik ben gelovig geweest. Om dan nu te evolueren naar een atheïsme. Dat atheïsme is mee bepaald geweest door mijn nadenken over wetenschap en in het bijzonder wiskunde. Dat heeft met elkaar te maken. Het is een vrij lang verhaal, maar voor mij zijn die verbonden met elkaar. Dus daarom dat God daar ook in zit, omdat die verbanden er zijn voor mij. En de zonnebloem specifiek, omdat zoals ik in de lezing zelf heb proberen verduidelijken, er is de ene uitleg die zegt, dit is een teken dat wijst naar. En ik zeg nee, de intrinsieke schoonheid van die wiskunde die wij uiteindelijk gemaakt hebben, is al voldoende om dit ook te verklaren. Dus daarom de zonnebloem als symbool voor, prima, jij hebt uw verhaal, maar ik stel er mijn verhaal tegenover. En die kunnen rustig naast elkaar bestaan. Het is geen kwestie van te zeggen, ik heb het juiste verhaal, jij zei fout. Maar het gaat er mij vooral om dat men niet tegen mij kan zeggen, maar jij hebt geen verhaal. Hè? Ik zeg, jawel, ik heb ook een verhaal. En ik wil mijn verhaal graag zien staan naast het uwe en naast zoveel anderen, uiteraard. Dit is het einde van deze aflevering. Dank voor het kijken. Ik heb enorm genoten van het gesprek met Jean-Paul van Bendegem. Ik hoop u ook. Kijk zeker ook naar de andere afleveringen, want daar vertelt hij nog veel meer. Vond u deze aflevering leuk? Klik dan zeker Vind ik leuk en deel ze met uw vrienden. Dank u.